dagteksten voor donderdag 28 april 2022. Jesaja 2, vers 4. De Heer zal recht spreken tussen volken. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. De Heer zal recht spreken tussen volken. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Jesaja 2, vers 4. Het leerwoord is gehaald uit Handelingen 10, vers 36. God heeft het woord doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer. God heeft het woord doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer. Handelingen 10, vers 36. God van trouw, God van liefde, barmhartige, heerlijke God en Heiland, vol lof aanbidding, komen we voor uw troon van genade. We geven u alle eer, alle glorie die u toekomt, o Heer. Niet alleen voor deze dag, maar voor uw belofte. Voor de woorden die komen uit uw mond, o Heer. U die zal recht spreken. Vader, we danken u. Dat we dat mogen weten, o Koning der Koningen en Heer der Heren. Dat er vrede zal heersen, omdat alle volken en ieder hun wapens zal omsmeden tot snoeischaren. Dat bidden we ook voor Oekraïne, Rusland, elk land dat wapens heeft. Iedereen die wapens gebruikt. Ook woorden die ze als wapens gebruiken, van dat die vredestuigen zullen zijn in uw naam, omdat u recht zal spreken. We danken u, Heer, omdat door u het verlossingswerk gekomen is. Die vrede die Christus gebracht heeft. Vader, we kunnen u niet genoeg danken. Zo willen we vandaag die boodschap van hoop brengen in uw naam aan de zieken. De bedroefden, de eenzamen, de radelozen, zij die nog twijfelen of u werkelijk de Heer der Heren bent. Zij die u nog niet kennen. Maar vooral, Heer, waar er geen vrede heerst. Overal waar er haat is, waar er gezondigd wordt, waar er gevloekt wordt, waar anderen worden afgetuigd. Vader, daar zal er vrede zijn vandaag. Ook onder hen die niet kunnen vergeven. Ook onder hen die ook niet om vergeving willen vragen. O Heer, wat een vrede, wat een vreugde zal dat zijn. Die dag, mogen het vandaag zijn dat u terugkomt om ieder tot u te trekken. Dank u, Heer, dat wij dat mogen uitspreken in gebed. Die boodschap van u verkondigen van het eeuwig leven. Dank u, Vader, dat wij dat ook aan regeringsleiders, koningen op deze aarde mogen verkondigen. Dat u de ware koning bent. Dat u de ware regeerder bent. De rechter der rechters. En dat u, o Heer, zegenend rondgaat. En dat u een ieder zegent die om uw liefde, die om uw vrede vragen. Dat we mogen geloven dat het waar is. Dat als ons geloof zo klein is als een mosterdzaadje, dat we ook dan bergen kunnen verplaatsen. Alles wat in ons leven is, dat niet is tot uw eer, dat we dat kunnen wegdoen in uw naam. Vader, we danken u. We danken u dat wij op die manier ons geloof mogen uitdragen. Samen met u rondgaan in deze wereld om te verkondigen dat de tijd kort is. En dat u terug wil komen om deze wereld in vrede te laten leven. Dank u daarvoor, Heer. Dank u, Heer, Heiland, Jezus Christus, Heilige Geest. Amen, ja, amen.